Yo mensen, Groen van DNPNL met vandaag een nieuwe video. En vandaag hebben we de beste video van het jaar. We gaan namelijk proberen om OC22 de allerbeste speler van de wereld te maken. En wanneer ben je de allerbeste speler van de wereld? Je moet ten eerste de Premier League kunnen winnen en topscorer worden. En ten tweede de Champions League kunnen winnen. Ja, als je de Champions League niet wint, ben je zeker niet de beste speler van de wereld. Maar OC22 had wel een paar kleine aanpassingen nodig. Namelijk een nieuwe coupe. Hey! Ja, fantastisch. Hij is een beetje grijs geworden. Hij is namelijk een beetje oud. Ik moest trouwens een hele nieuwe speler aanmaken, aangezien die andere OC22 kon ik op een of andere manier niet bewerken. Dus daardoor is het nu eigenlijk de broer van OC22 die precies dezelfde naam heeft. En hij besloot ook een fantastisch snorretje te nemen met bijpassend sikje. Oh, ben ik lekker. Voordat we gaan beginnen aan deze fantastische Fantastisch! Ga ik eerst even bellen met OC22. Ik heb het even vertaald naar Nederlands. Ja, want anders begrijpen sommige mensen het niet. Oké. Hallo met Kev. Hey Jordi. Ik weet dat je geen Nederlands kan, maar je doet nu gewoon even zo'n Nederlands kan. Hoe kan ik jou de beste speler van de wereld maken? Ja, dan moet je gewoon abonneren op DNPNL en dan moet het lukken. Oké, top, dankjewel. Oké, dat moet lukken. Abonneer op mijn kanaal en doe een duimpje omhoog op deze video. We moesten natuurlijk ook nog nieuwe schoenen uitkiezen voor OC22. Worden het Nike's, worden het Adidas? Nee, het worden gele schoenen, want hij heeft nog geen geld. Want hij is nog 56 reden op FIFA. Wat een ongelofelijke pauper is het ook. In ieder geval, ik ging hem niet super goed maken, want het is helemaal niet leuk als je hem alles 99 geeft. Dus, Daarna was mijn OC22, de broer van Jordi, genaamd Jordi OC22, er klaar voor om zich te gaan bewijzen als nummer 9 van Arsenal. Maar toen waren we ready om te beginnen met de career mode. Hoe noem ik mijn ongelooflijk goede manager? Dat kan natuurlijk niks anders zijn dan Koen, lekkere snor. Lekkere snor. Ik startte mijn career mode op met Arsenal, want dat is logisch, want daar heb ik hem aan toegevoegd. En zoals jullie zien, zat hij niet in mijn team. EA, jongen, jullie spel is zo slecht. Waarom hebben jullie niet die speler opgeslagen? Wat het dus betekent is dat ik die OC22 helemaal opnieuw moest maken. Ik krijg hier echt hoofdpijn van. Maar dat ik hem weer volledig had aangepast, net zoals ik eerst had gedaan, waren we eindelijk klaar om te beginnen. Ik moet natuurlijk wel nog een naam voor mijn manager bedenken. Lekkere snor had ik net al gehad, dus dat ga ik natuurlijk niet zelf doen. Dat is natuurlijk echt leuk. Dus een mooie sick. Mooie sick. Voor de mensen die trouwens gaan zeggen, Koen, dit is genakt van Onno Michielsen. Nee, hou je bek. Ik ben Koen Mooie Sick. Ik heb niks te maken met Onno Michielsen. Ik vind Onno Michielsen een smerige hond. Stef. Onno Michielsen is mijn vader namelijk. Maar daarna gescheiden, toen kreeg ik ruzie. Dus ik heb de naam van mijn moeder overgenomen. Die heette Mooie Sick. Dus heb ik dat in ieder geval even uit de wereld geholpen, mensen. In ieder geval, ik skip het voorseizoen toernooi, want daar heb je helemaal niks aan. Helemaal niks. En toen was het tijd om de opstelling te maken. Ja, ik wissel eigenlijk gewoon alleen mezelf in de spits. Ik haal Lacazette eruit. En voor de rest verandert er niet heel veel, moet ik zeggen. Na het volledig skippen van de transferperiode, want nieuwe transfers heb ik dus echt niet nodig. Want dit team is echt fantastisch. En ik heb een 99 rate in de spits, wat ook wel mee zou helpen. Dacht ik van, ik simuleer mijn eerste wedstrijd. Want dat is een goed idee. En dat is wat iedereen wil zien. En we komen al meteen met een 1-0 achter. En daarom simuleerde ik mijn eerste wedstrijd. Want dat is wat iedereen wil zien. We kwamen al meteen met 1-0 achter. En helaas, we verloren met 1-2. En OC'tje heeft niet eens gescoord. Wat is dit nou voor onzin? Je bent 99 rated. Hoezo score je niet? Wat is dit voor ongelofelijke onzin? Toen besloot ik de eerste seizoen zelf volledig te simuleren. Zoals je ziet, speel ik in de Europa League. Omdat dat pauper Arsenal natuurlijk geen Champions League heeft gehaald. Oh mijn god. Arsenal, echt wat. Een meme club. Zelfs ook die Maitland Niles op rechtsback hebben. Die is 73. Wat wel mooi was, is dat OC22 na de eerste seizoenshelft topscorer was van de Premier League. OC22. Arsenal zat ook op de eerste plek. Dat is ook lekker. We gaan dus, als we zo doorgaan, zeker kampioen worden. Daarna ging het rest van het seizoen simuleren op de allerlaatste wedstrijd na. Want daar wilden we natuurlijk bij zijn. Want dat is natuurlijk de wedstrijd die gaat beslissen of OC22 topscorer wordt. Behalve als hij dan al 20 goals voor staat, dan niet. Want dan is hij het al. Of iemand anders moet ineens 20 goals maken. Maar hoe groot is die kans? Niet natuurlijk. De laatste wedstrijd wilde ik nog even simuleren. Want ik wilde graag zien dat OC22 ook een goal maakte in mijn simulatie. Helaas gebeurde dat niet. We verloren weer met 2-1. Net als in de andere wedstrijd die gesimuleerd. Wat is dit voor ongelofelijke onzin? En weer geen goal voor OC22. Gelukkig trouwens weet ik hoe FIFA werkt en dacht ik van, luister, hoe lang zou OC22 eigenlijk een contract hebben? Boom! Maar 2 maanden! Oh mijn god! Dus het was tijd om aan de onderhandeltafel te gaan. We hadden gelukkig nog flink wat geld over, aangezien we nog helemaal niks hadden uitgegeven. Dus we hadden eigenlijk heel veel over. Hij kreeg een cruciale rol, een 5-jarig contract, 700.000 euro salaris met een tekenbonus van 6,2 miljoen. En als hij 5 keer scoort, 5 miljoen euro! Je trekt de hele club leeg. In ieder geval, dat was rond. OC22, 5-jarig contract. Fantastisch. Fantastico. Ik zie nu trouwens te kijken naar de nummers. Waarom heeft Lacazette nummer 1?
Waar slaat dat nou weer op? Ik begrijp er helemaal niks van. En daarmee was het Premier League seizoen afgelopen. En was de allereerste persoonlijke prijs voor OC Doutou een feit. Hij won een gouden schoen. Yes, daar staat hij. Wat een smikkelbeer. Maar het seizoen was nog niet voorbij. We hadden namelijk nog de finale te spelen van de Europa League. Tegen, het kan ook niet anders, Inter van Onno Michielsen. Het duurde niet lang en we kwamen met 1-0 achter door een goal van Nainggolan. We kwamen echt snel terug door Koscielny, die ineens scoorde. Waarom scoort Koscielny? Staat nergens op. Maar ook hij scoort. Toen bleef het lang spannend tot OC Doutou in de 68e minuut binnenschiet. De 2-1 maakt en daarmee de beslissende in de Europa League finale. En gaat dus de Premier League en de Europa League naar Arsenal dit jaar. Zie hem shinen met de Europa League bokaal. We besloten opnieuw het hele seizoen tot en met december. Dus eigenlijk het halve seizoen. Ja, gewoon eigenlijk. Ja, het halve seizoen gewoon eigenlijk. Ja, ja. Te simuleren. Waaronder dus ook een half seizoen Champions League. De hele groepsfase van de Champions League. Daarna ging ik op zoek naar hoe het ervoor zit in de Champions League. Of we daar nog door waren. Dat is gewoon blijkbaar fucking moeilijk te vinden. Want het is helemaal niet duidelijk. Hoe moeilijk kan het zijn om dat makkelijk te vinden te maken. Toen ben ik in de kalender terug gaan kijken naar de Champions League wedstrijden die ik gespeeld heb. En daar bleek dat we inderdaad door waren naar de volgende ronde van de Champions League. Yes! Daarna simuleerden we de rest van het seizoen. En had ik nog maar een 69 rating als coach. En als je ook kijkt naar mijn verwachtingen, dan stond er een dik rood kruis door UEFA Champions League haalde finale. Dat betekent dus mensen, voor de oplettende kijkers, dat we de finale niet gehaald hebben. We zijn opnieuw kampioen geworden met 87 punten deze keer. Uitstekend. Kijk, deze top 6 lijkt er wat meer op dan vorig seizoen. Zoals je ziet is OC Doutou de mei-winnaar geweest. De mei-winnaar van de maand. De speler van de maand van mei. Speler maand mei. Mei speler maand mei! Aangezien ik twee seizoenen helemaal niks gedaan had aan transfers en aan contractverlenging, begon ik nu toch eens te kijken. En toen bleek dat er toch nog best wel flink wat spelers waren. Waarbij het contract afgelopen is. Dacht ik van kijk, die ga ik nu even verlengen. En sowieso alle goede spelers wil ik even verlengen. Zodat hij niet ineens transfervrij de deur uitliep. Want dat wil je natuurlijk niet hebben. Maar zoals jullie zien vergat ik hierbij niemand minder dan Jordi OC Doutou. De echte, de real one. Te verlengen. Terwijl als we even terugkijken. Zijn contract verloopt over 12 maanden. Krijg ik het op tijd door? Of loopt hij transfervrij de deur uit? En wint hij straks de Champions League met onze grote rivaal Spurs? Het zal toch niet. Na flink wat contracten te hebben verlengd, was het tijd om mijn eerste aankopen te doen. Ik had dus echt 300 tot 400 miljoen ter beschikking. En ik dacht van, ja kijk, als ik die Champions League wil winnen, heb ik echt wel wat betere spelers nodig dan Mustafi en zo. Dus besloot ik een bod uit te brengen op Varane, op De Ligt, op Pogba en op Kai Havertz. Ik heb geen flauw idee of deze spelers zeg maar de beste zijn op hun posities, maar vast wel. Besef trouwens, dit is bizar. Kijk even naar Kai Havertz. Ik doe dus delegeren om te kopen en ga dus je technisch directeur gaat praten. Zijn afkoopclausule is 67,4 miljoen. Dus voor 67,4 miljoen kan je hem sowieso kopen. Want dat is zijn afkoopclausule. Zo werkt dat. Maar wat staat eronder? We moeten mogelijk tussen de 69 en 93 miljoen bieden. EA, zo werken afkoopclausules niet. Dus terwijl hij een afkoopsom had van 67 miljoen, betaalden wij 83,5 miljoen. Fantastisch onderhandeld. Ongelooflijk trots. Edu, Eduardo César Daude Gaspar. Je kan er geen flikker van. Ik zie het nu pas. Als ik een mailtje binnenkrijg, dan staat dus de datum. Zet er van assistent manager aan. Mooie sick, Koen. Dankjewel, IE. Dankjewel. Doe mij goed om dit te lezen. Erg bedankt. In ieder geval had ik de spelers Varane, Pogba, De Ligt en Havertz binnen. En zo konden we dus met nieuwe, frisse spelers beginnen aan een prachtig seizoentje Premier League en Champions League voetbal. Ik besloot trouwens daarna ook nog een bod uit te brengen op Jadon Sancho. Die was nog maar 84 en wel maar 20. Ik dacht van, nou, dat is wel een goede deal als ik dat doe. In ieder geval, Sancho hadden we ook binnen. Nou, en toen hadden we toch wel een wereldteam, moet ik zeggen. Mijn team zag er toen zo uit. Fantastisch werelds. Absoluut geweldig. Toen was het weer simulatietijd. Hey! Zoals je ziet, ben ik hier flink op zoek naar hoe ik eindelijk kan zien hoe de Champions League in elkaar zit. En waarom kan ik dat nergens vinden? Het is echt ongelooflijk. Maar uiteindelijk bleek het ergens verstopt hier. In ieder geval, we zaten nog steeds in de Champions League. We moesten weer tegen Inter van Onno Michielsen. Wat ongelooflijk spannend. In de Premier League stonden we weer eerste. Maar ja, we zijn ongelooflijk goed. En ja, dat is gewoon, ja. Het is gewoon zo. En we hebben een heel goed team. En een spits van 99. Dat kan er ook wel mee te maken hebben. OC Doutou had 20 keer gescoord in 21 wedstrijden. Zijn gemiddelde wordt steeds beter. Hij is eigenlijk nu al topscorer, want Kane heeft er maar 12. In ieder geval, toen was het, dacht ik, leuk om gewoon niet helemaal te simuleren. Maar alleen na die twee Champions League wedstrijden. Dus dat deed ik ook. Want ja, ik vond dat leuk. Dus dacht ik van, laat ik dat maar ook doen. De tweede wedstrijd wonnen we met 3-0 van Inter. En de eerste ook met 3-0. Dus 6-0 voor twee wedstrijden. Onno Michielsen, lik me. Stef.
Toen moesten we tegen Real Madrid in de ronde daarna. En dacht ik van, ik ga nu weer hetzelfde doen. Gewoon rustig simuleren, niet het hele seizoen. Gewoon rustig kijken of ik Real Madrid over de knie kan leggen. Want de ene wedstrijd gewonnen met 1-0 en de ene wedstrijd verloren met 1-0. En toen was er de vraag, wie is door naar de finale? Ik ging kijken bij de Champions League en ik zag dat het moker Real Madrid na 4-3 met strafschop begon had. Zijn we weer uit de Champions League? Het is echt niet normaal. Dus simuleerden we het seizoentje weer en was er eigenlijk nog maar één optie. En we moesten nog meer spelers kopen. Ik had op een of andere manier weer 300 miljoen. Waarschijnlijk omdat ik weer 10 miljoen shirts had verkocht. Wat hartstikke logisch is volgens Arsenal. Want 10 miljoen shirts. Wat is 10 miljoen shirts? Helemaal niks. Het was nu tijd om echt goede aankopen te doen. En we begonnen dus met Kylian Mbappé. Daarna wilde ik ook een nieuwe keeper. Want ik was helemaal klaar met Bernd Leno. En een nieuw rechtsbackje. Want we speelden nog steeds met Bellerin. Dus Kimmich. Uiteindelijk hadden we Donnarumma en Kimmich meteen al binnen. Mbappé duurde wat langer met zijn contract. Zijn contract was namelijk in het Frans. En ja, ik spreek geen Frans, dus ja, moest ik alles overtypen in Google vertalen. Helemaal niet nice. Ik ging toen mijn club door om te kijken naar, naar gewoon spelletjes, weet je wel. Naar gewoon hoe de spelers ervoor stonden. En ik kwam toen tot het trieste besef dat Osetu toen niet meer onder ons was. Ik heb per ongeluk Osetu toe transfervrij weg laten gaan. Mensen, het spijt me. Maar gelukkig is hij zo tantoe slecht dat hij gewoon nog een vrije speler is. En dus nog niet eens een nieuwe club heeft. Dus uiteraard tekenen we Osetu toe weer. Nu wel voor 5 jaar, want dan kan hij zeker niet meer weglopen. Daarnaast Mbappé-akkoord met een contract kunnen we hem eindelijk toevoegen aan onze squad. Nee, dit meen je niet. Hebben we te weinig geld voor Mbappé? Hier word je toch helemaal niet goed van. Er zit maar één ding op nu. Spelers verkopen, verkopen, verkopen. Weg met al die spelers. Socrates, wegwezen. Lacazette, 36 miljoen. Ook wegwezen, allemaal oprotten. Wegwezen. Maar met deze twee zouden we wel genoeg hebben om eindelijk Mbappé toe te kunnen voegen in onze squad. Totdat ik het mailtje kreeg. Hallo mooie sick. Mijn zakenmanager en ik zijn teleurs over het feit dat je geen reactie naar ons hebt gestuurd. Verder onderhandelingen zijn momenteel zinloos. Neem alsjeblieft geen contact met ons op. Met vriendelijke groet, Kylian Mbappé. Dit meen je niet. Auw. Nadat ik toch zeker 20 seconden in zware rouw heb gezeten, besloot uiteindelijk Neymar te kopen. Die wilde wel komen. En dus zo konden we het nieuwe seizoen ingaan. Mijn team zag er nu zo uit. Echt een ziek goed team. Oprecht een ziek goed team. En dan hebben we Kolasinac linksback. We simuleerden weer de eerste 6 maanden van het seizoen. En we zaten opnieuw bij de laatste sessie van de Champions League. We moesten namelijk tegen TSG Hoffenheim, jawel. Dat mag natuurlijk eigenlijk geen probleem zijn. We verloren de eerste met 1-0. Maar de terugwedstrijd wonnen we met 3-0. Dus op naar de volgende ronde van de Champions League. Tegen het Lyon van Memphis Depay. Ik simuleerde de wedstrijd tegen Lyon. En meteen kon de wedstrijd tegen Barcelona erbij. Dus ja, kon je er eigenlijk wel vanuit gaan dat je van Lyon had gewonnen. Eigenlijk wel vrij zeker. Of ze moeten ineens gedisqualificeerd zijn voor drugsgebruik of zo. Maar ja, die kans schat ik niet heel hoog in. We hadden de eerste tegen Barcelona met 1-1 gelijk gespeeld. En toen dacht ik van, oké, nu gaan we weer simuleren. Het is weer zover. Het is weer zover om lekker te gaan simuleren. En na 1 minuut kwamen we met 1-0 voor door Havertz. Even heel goed. En na een ongelooflijk spannende pot, een kleine gele kaart voor Osetu, hij kreeg kortsluiting, wonnen we deze wedstrijd met 3-2 wel. Dus dat betekent dat we in de finale van de Champions League kwamen te staan. Tegen geen mindere club dan Atletico Madrid. Dit was het moment mensen. Osetu 3 jaar achter elkaar, topscorer, kon nu ook de Champions League winnen. En dan is het wel gewoon de beste speler van de wereld. Want dan ben je gewoon de beste speler. Als je de Champions League wint en zoveel jaren achter elkaar topscorer van de Premier League en elke keer de Premier League wint, dan ben je de beste. Maar dan moesten we hem uiteindelijk uiteraard nog wel winnen. Het begon goed. In de 7 minuten kwamen we op 1-0 voor door Neymar Junior. En daarna mensen, het gebeurde. In de 41ste minuut. Osetu, klote 2-1. Maar Osetu had dus wel gescoord in de Champions League finale. Kijk, beter kan eigenlijk niet. Even serieus. We kwamen daarna zelfs op 3-1 door Sancho. En in de 70ste minuut was het zover. Osetu met zijn tweede goal in de finale van de Champions League. En zo wonnen we de finale van de Champions League met, het is ongelooflijk maar waar, 4-1. 2 goals van Osetu. Hij was op dit moment 249 miljoen euro waard. Fantastisch. Werelds. Werelds. En daar staat hij dan mensen. Onze held Osetu toetje. Met de Champions League beker. Van harte gefeliciteerd Osetu. Vorig jaar had je een blauw pak. Nu een grijs pak. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ben blij. Osetu is blij. Hopelijk ben je al geabonneerd. Ben je nog niet geabonneerd. Doe zeker een duimpje omhoog op deze video. En dan zie ik jullie weer. Later. Holy shit. Echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat. Een beetje vals. Refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg een tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in. Zijn koersen laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in. Veel plezier, veel plezier. 5 jaar geleden, ik unboxde PS4, ey. Veel plezier, veel plezier. 5 jaar geleden, ik unboxde PS4, ey. Hey, het blitzbord.